Met mijn verhaal over mijn jasje ben ik een beetje met de deur in huis gevallen. En om met die deuren een beetje door te gaan, deuren die zijn er niet alleen maar om mee in huis te vallen. Deuren zijn er ook om ruimtes afgesloten te houden en ruimtes weer te openen, zeg maar, te ontsluiten. En waar je hiermee stilstaat is dat die deuren ook ergens gemaakt worden in een fabriek. En een van de fabrieken die deuren maken, die staat in Haaksbergen. Reinhard de Deuren is de fabriek. En Thijs, je mag alvast naar boven komen als je wilt. Thijs heeft een opdracht gedaan. De mensen die daar werken, Thijs zal daar nog wel netjes met te vertellen. Maar die mensen die daar werken, die moeten die deuren tillen en sjouwen en draaien en van alles ermee doen. En dat is nu best wel... dat is best wel veel werk en zwaar werk. En ja, dat kan likken, dat kan handiger. Voordat wij aan de slag gaan, moet ik even deze keer laten zien. Dit is een beetje een overzichtje van de bedrijven en instellingen die vanavond vertegenwoordigd zijn. Het is een mooi verzamelingetje. Bedrijven. Nee, je zult het al weten. Dit zijn bedrijven die vanavond aan de orde komen. Thanks. Jan? Je mag niet komen pakken. Applaus, mensen. Ja, ik ben Thijs Volk en ik wil jullie vanavond graag meenemen naar Haaksbergen. In Haaksbergen staat deze deurenfabriek Reinhard Deuren. Het is een deurenfabriek van ongeveer 70.000 vierkante meter. Hier werken 220 medewerkers om elke week zo'n 7.000 deuren en 3.000 montagekozijnen te produceren. Ik ben bezig geweest op de afdeling glasmontage. Hier komen de deuren binnen op rollenbanen, op gegoten stapel. Omdat hier een manuele bewerking gebeurt, worden ze overgetild naar een werkbank. Hier wordt de glaslat geplaatst. Vervolgens moet de deur 180 graden worden gekanteld om het glas te zetten en aan die kant de glaslat te plaatsen. Dan wordt de deur nogmaals 180 graden gekanteld, zodat de juiste kant weer boven ligt. Dan wordt de deur overgetild naar een andere werkbank. Hier komt een kartonnen beschermingslaag overheen. En dan wordt die overgetild naar een nieuwe stapel op een andere rollenbaan. Nou moeten we even bedenken dat deze deuren zonder glas zo'n 40 tot 60 kilogram wegen. En met glas al ruim 80 tot ruim boven de 100 kilogram. Er zijn in totaal 5 tilmomenten, 3 tilmomenten voor de deur en 2 tilmomenten voor het glas. En dus 2 kantelmomenten. Nou ja, u kan zich natuurlijk voorstellen dat dit erg belastend is voor de rug en rugklachten gevolgen hiervan zijn. Daarom aan mij de opdracht geweest om een til- en kantelrol te ontwerpen, wat het werk makkelijker zou maken. Ik heb eerst onderzoek gedaan naar bestaande til- en kantelrol. En ook waarom zijn deze nu toegepast. Dat heeft te maken met de ruimte. De ruimte is erg beperkt. De werkbanken staan dicht op elkaar en... er zit daarboven een vlonder en daarom is de hoogte 3000 mm. Ik heb in 4 verschillende categorieën deelontwerpen gemaakt. Hoe wordt die deur aan de zijkant, of hoe wordt die deur vastgepakt? Hoe wordt die deur omhoog geheven? Hoe wordt die vervolgens verplaatst? En tot slot, hoe wordt die 180 graden gekanteld? Een van die deelontwerpen voor het kantelen is de kanteltafel. Dit wordt een vervanging. Dit zou een vervanging worden voor de werkbank. Die deur ligt op die werkbank en op het moment dat die dan 180 graden moet worden gekanteld, wordt die aan de zijkant, aan de kopskant, wordt die geklemd. Middels de klemmen die aan de zijkant zitten. Dan gaat de tafel omlaag, zodat er vrij spel is om te draaien. En dan gaat de tafel weer omhoog en dan is de deur 180 graden gekanteld. Het voordeel hiervan is dat het een los element is. En de Reinhard Deuren heeft aangegeven dit graag te willen toepassen, maar op meerdere plaatsen in de fabriek dan alleen de glasmontageafdeling. Echter komt er dan wel nog een eis bij. Op andere afdelingen moet aan de kopse kant wel een bewerking worden gedaan. Daarom heb ik een herontwerp gemaakt. Die ziet u hier. Hier zit de paal op een hoogte van 800 mm, terwijl de werkhoogte 1000 mm is. Hierdoor zitten 200 mm tussen, zodat er genoeg ruimte is om de kopse kant te bewerken. Dit is een 3D visualisatie van de afdeling met mijn til- en kantelhulp erin. Dit is het moment dat de deur net gekanteld wordt. Dit is het hefsysteem. Dat is opgebouwd door een klemsysteem
Hij wordt aan de kopskanten wordt hij geklemd. En hij wordt omhoog gegeven door een schaarsteen in de vorm van een ruit. En vervolgens kan hij zich verplaatsen over een railsteen. Dit kan zowel in de lengte als in de breedte. Om eventuele kleine aanpassingen te doen als de deur net niet helemaal recht ligt. Nou, ik heb een animatiefilm gemaakt. En hier komt dan die stapel deuren aan op de afdeling. U ziet dat hij opgetild wordt door het hefsysteem. Hij verplaatst zich over die rails. En wordt dan door het schaarsteen omlaag gelegd op de tafel. Het schaarsteen gaat omhoog, het hefsysteem gaat omhoog, zodat er voldoende ruimte is om de bewerking te doen. En dan ligt die deur dus op die werkbank, op die kanteltafel. Als dan het moment komt dat die gedraaid moet worden, gaat die eerst 200 mm omlaag, zodat hij op de hoogte zit van de klemmen. Vervolgens wordt die geklemd en gaat dus die tafel omlaag. Je hebt dan voldoende ruimte om te draaien. En dan gaat hij dus alweer omhoog. Ik zal hem nog even een keertje laten zien. Hij wordt aan de zijkant geklemd, de tafel gaat omlaag. En dan is er voldoende ruimte om te draaien. Vervolgens gaat hij weer terug naar 1000 mm werkhoogte. Dat was mijn ontwerp voor de til- en kantelhulp bij Rijnadeur op de afdeling gasmontage. Dank u wel. Nu is het woord aan u, zeg maar. Wie mag ik leiden met een vraag mogen stellen? Ja, kom. Wel in het echt kunnen testen, proberen. Alleen in een simulatie. Ik heb het niet na kunnen bouwen. Maar ik heb het gesimuleerd. En dan is ook duidelijk te zien zeg maar, hoe lang het duurt. En dat is ook een onderdeel geweest in het onderzoek. Nou, hoe lang duurt het nu? Zeg maar op het huidige gebruik. En hoe lang gaat het langer duren? Nou, dat, op een, per deur is dat een paar seconden. Op een dag worden ongeveer 100 deuren verwerkt. Het ligt een beetje aan wat voor soort deuren. Eén de deur heeft meer bewerkingstijd nodig. Op een dag zit dat zo'n tussen de 3 en 9 minuten extra werk voor dezelfde hoeveelheid deuren. Ja. Goed, heb je nu in plaats van 2 één persoon nodig om te werken aan een deur? Dat is wel een mogelijkheid, inderdaad. In principe kunnen de bewerkingen wel alleen gedaan worden. Echter, als het glas moet worden gezet, dan heb je nog wel een tweede persoon nodig. En bovendien zullen ze niet per se dit hele tijd hoeven te gebruiken. Als je echt lichte deuren hebt, dan kan het net een paar seconden sneller zijn. En dan heb je dus wat winst te behalen op die 3 tot 9 minuten per dag. Maar het is inderdaad wel een mogelijkheid om het alleen te doen. Consequenties had. Andere vraag nog? Ja. Wie gaat dat nu maken en wat kost het dan? Nou, er zijn eigenlijk 2 mogelijkheden. Dat het wordt uitbesteed door een bedrijf die dit soort machines bouwt. Andere mogelijkheid is de technische dienst van Rijnadeur zelf. Zij hebben al vaker machines gebouwd. Op bijvoorbeeld op deze afdeling, daar staat nu ook een soort kantelhulp. Echter wordt hier 90 graden ingedraaid en moet dan de bewerking horizontaal gebeuren. Maar dat werkt helemaal niet fijn met het glas. Dus zij hebben wel die kennis en ervaring om machines te maken. En het zou eventueel kunnen. En anders zou het uit kunnen besteed worden door een bedrijf die dat soort machines maakt. Wat vinden de werknemers die dus nu moeten tillen van jouw ontwerp? Dus met jouw ontwerp niet meer moeten tillen? Zij hebben nu best wel vaak rugklachten en ook wel in de schouders. Je tilt best hoog, dus die stapels worden ook best wel hoog opgetild. 2 keer in de week komt er dan ook echt een fysiotherapeut bij Rijnadeur zelf. En ja, in principe is dit een verbetering voor hun werkomgeving. Naar mijn kennis zijn ze erg tevreden. Nog meer vragen? Ja, mag. Thijs, dit is nu orde. Nou, Thijs zag er mooi uit.
als je dit nou gaat inbouwen in die hal, dan moet het wel bediend worden. Dus zit je dan nog met allemaal controlekastjes ergens, of moet dat centraal ergens gebeuren? Die deuren die moeten een paar keer overgepakt worden en van de ene werkbank naar de andere misschien gezet worden. Loopt dat in de weg? Kan dat allemaal daar bevestigd worden? Hoe moet het praktisch gaan? Ja, dat is iets wat nog uit te zoeken is eigenlijk door Rijn en Deur zelf, wat ze eigenlijk zelf de voorkeur aangeven. Het kan beide, dat je een bedieningspaneel hebt op het systeem. Maar je zou ook een centraal punt kunnen pakken. Daar is op zich redelijk ruimte voor. Dus dat is ook een mogelijkheid. Maar dat heb ik nog een beetje opgelaten voor Rijn en Deur zelf. Nog andere vragen? Dan gaan we afsluiten. Thijs, ontzettend bedankt. Dat bij de opening die nog even heel snel ging. Reinhard Deuren, dat is dan de opdrachtgever. Jeroen Nijhuis is degene die Thijs daarin begeleid heeft. En Niek van Toorn en Jarno Hoogboom, die zijn vanuit Saxon zeg maar, expertbegeleiding geleverd. Dus ontzettend fijn. Er gaan nog allerlei vragen over deze dingen gesteld kunnen worden, mensen. Dus we hadden Thijs al voorbereid ook nog. Ja, nog steeds. Dat mag nog steeds, ja. Dat doen we dan na afloop.